es darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Die folgende Station ist Gronau in Westfalen. Hierbei heeft u aansluiting op de stoptreinen. Dames en heren, denkt u eraan dat u bij het verlaten van de trein al uw bagage meeneemt? Dank u wel. Graag gedaan. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Gefeliciteerd. Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Tim's Treingek. We hebben weer een station erbij. Station Gronau in Westfalen. En wat doet dit ding hier? Een Blownet Profi chipkaartenpoortje in Duitsland. What the fuck? Nou ga ik je nu uitleggen waarom dat is. Vanaf 1 augustus 2021 heeft samen met DB Regio en Blownet, de vervoerder in Nederland, een station erbij gekozen. Er was een beetje kritiek over dat Duitsers wel met een Duitse tariefsysteem in Nederland goedkoop kunnen reizen, maar wij als Nederlanders niet in Duitsland kunnen reizen. Daardoor heeft de DB en NS en Blownet een OV-chipkaartenpoortje erbij gemaakt. Hetzelfde concept bestaat al in Groningen-Leer, daar heb ik een recente video van. En in Aken, Houtbaan of Aken-West en Herzogenrath heeft dat systeem ook. En nu is Gronau erbij gekomen. Dus als je een weekend vrij hebt, een studentenreisproduct of een ander product hebt, kun je hier in Gronau met de trein gaan. Ik laat je zien. Dus ik ga even uitchecken hier met mijn OV-chipkaart. Het is wel door de week, dus ik heb geen korting. Ik heb ook korting tweede klas. 0 euro kostte mij dit. Dus je kunt dus nu met mijn OV-chipkaart naar Duitsland heen. Dus we hebben weer een station erbij. Ik ben over het coronavirus. Ik ben nu in Duitsland en Nederland is een hoog risicogebied volgens Duitsland. Nou, dan verwacht je militaire politie en zo, hier is helemaal niks. Dus allemaal wat een gezeik over het hele corona gedoe. Nou ja, voor mij maakt het toch niet uit, want ik heb een geen vaccinatieboekje, dus ik ben volledig gevaccineerd, net. Dus voor mij is het gezeur ook niet, maar ik vind het een beetje aangezien een gezeur. Er moet volgens mij hier ook een NS-kaartautomaat, een Blownet-kaartautomaat staan. Maar die ben ik hier nog niet tegengekomen. Dus ik ga me even opzoeken. Ik sta hier voor het stationsgebouw van Gronau. En ik dacht dat van mij hoort dat hier ook een Blownet-kaartautomaat staat. Misschien dat ik hem op de terugweg nog zie. En anders is die er denk ik nog niet. Of dat hij aan de andere kant staat van het station, want je hebt nog een ingang. Maar in ieder geval, ik heb hier geen Blownet-kaartautomaat gezien. Ga je even boodschapjes doen. Gronau is niet echt een heel dendert mooi centrum. Gronau had echt een heel mooi centrum. Maar is echt een beetje Hengelo na aan het doen. Heel veel leegstand. Heel veel buitenlandse toko's. Dus echt, ja, hoe moet ik zeggen. Het is niet echt een heel mooi centrum. Dus, we gaan hier toch even naartoe. Dus hier kun je straks met je OV-chipkaart naartoe. En hetzelfde als in Enschede vanochtend vroeg. Is hier ook gewoon echt helemaal niks. Het is echt dood. Dode bende. Even een mooie timelapse maken van het stadje. Nou, als ik toch nog een beetje een Duitsland gevoel heb. Nou, dit ziet er echt Duits uit. Het ziet er echt heel mooi uit. Zodat het riviertje hier, de Dinkel, staat.
En een heel mooi kasteeltje hier. Gewoon nou, ik ook wel mooie dingen hoor, maar ja, de rest is allemaal een beetje vervallen zooi. Het is geen leuk plaatje en dan is het leer. Vind ik dat nog wel leuk om met je overchipkaart heen te gaan. Maar ja, dit is wat je dan krijgt als je met je overchipkaart gaat. Ideaal dit, dat de overchipkaart zit hier neer. Dan kan ik wel eens wat vaker in de weekend naar Duitsland heen om boodschappen te doen. Zoals Duitse bier halen, want dat is hier gewoon veel goedkoper als in Nederland. Dus voor mij is het een ideaal systeem, die overchipkaart. Maar om hier zoals toerist uit te hangen, is hier niet echt heel veel te beleven. Dan kun je beter naar Babentheim heen gaan. Babentheim is toch wel iets mooier. Misschien dat het op de duur op met de overchipkaart kan, weet ik niet. Zijn ze nog wel mee bezig? Zou je de website van Keolis in de gaten moeten houden? Hoe? Tim heeft een bakkerij gevonden. We gaan weer richting het station heen. Want ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om een Duitsland tour te plannen. Dus we gaan weer terug naar Nederland heen. Ik heb de broodjes heb ik gehaald. Wat je hier ook ziet is allemaal in het nieuws voor Duitsland echt een strenge land is. Dan gaat het om coronaregels. Dat is gewoon helemaal niet waar. Ik denk dat de media zich een beetje mensen bang loopt te maken ofzo. Want ja, je kunt hier echt heel makkelijk naartoe met de trein ook. Dus maar ik heb in ieder geval broodjes. En dan gaan we weer terug naar het Bahnhof. Verder is hier ook allemaal depressie. Echt of we weer terug zijn in de jaren 40, man. In de Tweede Wereldoorlog. En allemaal oud spul. Ook wel een feitje over dit station te vertellen. Dat spoortje. En daarover zit die knik. Ging er een spoorlijn naar Lassen heen. En daar is een speciaal spoorlijntje. Toen er met de goederentreinen 19e textielstaande. Want Gronau en Enschede waren textielsteden. Wat ik dus op dit moment nog kan winnen. Dit wist ik al. Dus een spoorlijn richting Dortmund en Gronau. Waar in de verte misschien al een trein aankomt. Dus de RB trein uit Münster. Want Dortmund takt daar af. En die kan hij nog een takje richting Lassen Overdinkel. En daarna nog door naar richting Oldenzaal. En je hebt hier nog een aftakking gehad richting van Babentheim. Een stukje Bentheim maar Aansje. Maar dat stuk bestaat niet meer. Is allemaal opgebroken. Dan weet je een feitje over hoe Gronau eruit zag. Toen het spoorleven hier op gang kwam. Ja. Ook als je bijvoorbeeld een benauwdheid heeft, ook zijn eigen dagkaartje. Zoals de Blauwnet dagdag van Ervaren OV. En als je een abonnementhouder bent van een regionale vervoerder, zoals het Ervaren OV. Dus de weekendvrij en de, die ook geldig is in de bus en trein. Dan kun je dus ook naar Dortmund heen, naar Gronau heen, want Gronau heeft dus ook een Blauwnet. Alleen wel, als je verder wilt naar Münster of naar Dortmund, dan moet je wel even een Duits treinkaartje kopen. Want de OV-chipkaart is alleen geldig in Gronau. Dus als je verder wilt naar Gronau, dan moet je even een apart treinkaartje kopen. En verder, dat parkje hier, wat hier achter is, is echt even de moeite waard om te kijken. Ik ben er vroeger als klein kind geweest en dan komt het talent aangereden. De trein naar Enschede is dat. Dus ik ga mijn avontuur hier opbreken. Ja, nog een feitje. De RB, wat is het? De regiobaan, de RB54, heeft een gedeclasseerde eerste klas. Nou, het zijn deze stoeltjes. Het zijn hetzelfde als in tweede klas. Dus echt comfort is het niet eens wel wat ze hebben. Daar hebben ze zo'n alleen ding waar je frisdrank op zet en je hebt alleen zo'n klein tafeltje. Dus iets luxe. Maar de stoelen zijn nog steeds hard. Dus even te demonstreren. Plank. Met deze trein gaan we naar Enschede. Ik heb nog even gekeken hier op het station of ik nog een kaartautomaat had gevonden van Blauwnet. En die is er nog niet. Dus als je hier geen OV-chipkaart hebt, kun je beter gewoon zo'n Duitse treinkaartje kopen. Die kun je hier in de automaat vinden. En op Enschede Centraal staat een automaat. Dus ja. Maar ja. Als je wel een overchipkaart hebt zoals ik, kun je er gewoon gebruik van maken. Je checkt gewoon in.
Wat ik dus net heb gedaan. En je zou dus ook als je een studentenreisproduct hebt, of een weekend vrij, of een ander abonnement van NS, of ervaren het OV, kun je gebruik maken van deze trein. Dus, en dat geldt ook voor de andere tak van de DB-regio. Dus je hebt twee treinen, één naar Dortmund, één naar Münster. En indien deze die vanuit Münster weer terug naar Enschede. En toen waren we het bruggetje over. En nu zijn we in Nederland, station Glaardebrug. Ik wil even zien dat dit station Glaardebrug is. Tot hoever we echt van de grens af zitten. Zeg wat. Je ziet eilandperronnetje. Oftewel station Glaardebrug. Dit is het minst gebruikte station van Overijssel. Station de S-Marken. Heb ik er recent een video over gemaakt. Dit hebben we dus niet gehad. Maar we zijn wel weer in Enschede. De week. Dus dat betekent dat de Blauwnet Intercity rijdt. En die gaan we nemen. Met deze iets betere comforttrein gaan we naar Hengelo in. Bus is er al. Lijn 11 Hasselen S. Twentsy TA. Krijgen we mee. Zoals dat is nog beter dan de Talent. Er zijn ook harde stoelen in de Sintersbus, maar zoals dat is nog beter dan die stoeltjes van die DB Talentjes. Een hele bijzondere reiziger. Iemand is een knuffel weer verloren. We komen in Bovenhoek, Haarslessenstad, dat is mijn thuishalte. Station Gronau, waar je nu met je overchipkaart in kan gaan, is vanaf 1 augustus Schelders. Je kunt vanaf nu, als je zin hebt om een dagje in Duitsland te doen, vooral een dagje Gronau te doen, het kan. Dus het is nu een nieuw station. Ook als je nu een OV-stationstandard gaat doen, moet je Gronau niet vergeten. Gronau is dus, verder is Gronau niet echt een heel bijzondere binnenstad. Wel als je boodschapjes nodig hebt, is het wel een ideale stad om even heen te gaan. Maar het is niet als je echt wil shoppen, dan kun je beter in Enschede ingaan, want Gronau is echt niks. Kun je echt een beetje vergelijken als Hengelo. Het is echt allemaal depressie en heel veel buitenlandse winkels. Maar het vooral gaat om zo'n die Turkse en Marokkaanse winkeltjes, om daar zo even op te houden. Wat je hier in Nederland ook hebt. Dus verder is het is echt allemaal verpauperd. Het parkje is wel leuk om een keer heen te gaan. Met die overchipkaart, ik heb helaas geen kaartautomaat kunnen vinden. Dus om met daar treinkaartjes te kunnen kopen, kan ik jullie niet zien wat de prijs kost, de Nederlandse prijs kost. Maar dan adviseer ik als je geen overchipkaart hebt om een Duits kaartje te kopen.
enige station wat ik wel irritant vind is in Enschede. Dan wil je naar Duitsland in, dan check je in bij Blauwnet. Dus bij gewoon een paaltje bij Blauwnet. En dan moet je weer uitchecken bij Blauwnet. En dan moet je weer inchecken bij Poortjes. Dat is een beetje een kutsysteem. Ik hoop dat ze het ooit nog een keer gaan veranderen in Enschede. Maar verder, heel top. Volgende woensdag, Interrail. Heel veel zin in. Auf Wiedersehen. Om in Duitse thema te blijven.